Gerda Keuter deelt op haar Instagram-account een bijzondere mijlpaal met haar volgers. De ster van het programma Urk deelt ontroerende beelden waarin haar dochtertje Melie van één jaar haar eerste losse stapjes zet. In de Instagram-stories deelt Gerda haar vreugde, ze doet het goed achter haar karretje. Ze verrast haar volgers vervolgens met het bijzondere nieuws dat Melie deze week zelfs een paar losse stapjes heeft gezet. De gedeelde video laat zien dat Melie al behoorlijk behendig is in lopen met behulp van haar kleine karretje. Hoewel het nieuws over Gerda's dochtertje hartverwarmend is, brengt het nieuws uit Urk niet alleen zoete momenten met zich mee. Patty Bart onthulde namelijk in de uitzending van Shownews dat de prille verliefdheid van Teun Fun alweer voorbij is. Het heeft niet lang mogen duren, want ze hebben een date gehad. En wil er verder niet meer over praten. Het is niet goed verlopen, deelt Patty. Ondanks de teleurstelling probeert de Urk ster snel zijn leven weer op te pakken. Rugrecht en vooruit. Er zijn meer mannen dan lantaarnpalen. Alleen moet je tegen de goede aanlopen, stelt Teun. Eind januari maakte Teun bekend dat Gretje, ook bekend van Urk, opnieuw gelukkig is in de liefde. Ondanks de pijnlijke scheiding heeft Greetje besloten niet bij de pakken neer te zitten en het daten weer op te pakken, met succes. Teun bevestigt dat Greetje opnieuw verliefd is. Het is een leuke vent. Ze nemen rustig de tijd. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want zij moet ook met de kinderen settelen. Teun beschouwt de nieuwe liefde van Greetje als een aardige man. In Urk zeggen we altijd, je kent zijn oma niet. Hier moet je natuurlijk weten uit wat voor familie iemand komt. Dat is de vraag nog. Toch heeft hij hem al goed gekeurd, ik hoop dat ze heel gelukkig worden samen. De perikelen van liefde en relaties lijken dus ook Urk niet over te slaan.